Mijn naam is Michael Rubberman. Ik ben arts, klinisch farmacoloog, werkzaam bij het Amsterdam UMC, locatie VUMC. En ik zal u vandaag meenemen in deel 3 in deze antibiotica-reeks die zal gaan over intraveneuze antibiotica. Ik zei al, dit is deel 3 van een grotere reeks dat gaat over antibiotica en infectieziekten, waarbij vandaag dus de intraveneuze antibiotica op het programma staan. Bij dit college horen ook een aantal leerdoelen, waarbij het vooral vandaag zal gaan over de werkingsmechanismes, bijwerkingen, interacties en contra-indicaties van intraveneuze antibiotica die met name in het ziekenhuis worden gebruikt. Als we het hebben over intraveneuze antibiotica, dan zijn celwandsyntheseremmers een belangrijke groep. Binnen deze groep vallen onder andere de beta-lactam-antibiotica en de glycopeptide-antibiotica. Glycopeptide-antibiotica kon ook eenmalig als oraal gegeven worden, bij bijvoorbeeld een clostridium. Beta-lactam-antibiotica kennen we ook van heel veel orale alternatieven. Maar op deze pagina in principe alleen de intraveneuze vormen van antibiotica die we zullen doorlopen. Binnen die beta-lactam-antibiotica onderscheiden we 3 groepen. De penicilline, ook de beta-lactam-penicilline is genoemd. De cefalosporines, opgedeeld in verschillende generaties. De carbapenems en als laatste dus niet een beta-lactam-antibiotica, maar de glycopeptide, waar vancomycine de belangrijkste vorm van is. Als we nou eens gaan kijken hoe deze antibiotica werken, dan moeten we ons gaan inzoomen op de peptidoglycaanlaag van met name de gram-positieve bacteriën. Hier ziet u die, de gram-positieve bacteriën. En die hebben een dikke peptidoglycaanlaag en zijn bij gramkleuren dan ook paars. En als we inzoomen op die peptidoglycaanlaag, dan zien we op dat plaatje aan de rechterkant eigenlijk 2 lagen die aan elkaar gecrosslinkt zijn. En juist dat crosslinken maakt dat die bacterie stevig is. En door het voorkomen van dat crosslinking van die peptidoglycaanlaag kunnen we ervoor zorgen dat die bacterie kapot gaat. Normaal gesproken wordt dat crosslinken van die 2 peptidoglycaanlagen wordt veroorzaakt door een penicilline binding protein, ook wel een PBP. Hier in het plaatje als dat oranje vierkantje, die ervoor zorgt dat die crosslinking van die peptidoglycaanlagen aan elkaar gebeurt. Wat doen nou die beta-lactam-antibiotica? Die gaan precies op die plek zitten waar die crosslinking plaats moet vinden. En als die PBP wordt geblokkeerd door een beta-lactam-antibioticum, welk beta-lactam-antibioticum dan ook, zal die crosslinking niet plaatsvinden en zal die bacterie uiteindelijk kapot gaan. Omdat zijn celmembraan, dus met name de peptidoglycaanlaag, kapot gaat. Een van de beta-lactam-antibiotica die valt onder de penicillinegroep is de piperacilline. En die kan je vaak combineren. Die wordt gecombineerd met tazobactam en dat is ook wel een beta-lactamase inhibitor. Nu kunt u vergelijken met clavulaanzuur, alleen is tazobactam veel sterker en ook gevoeliger voor andere penicillinases of beta-lactamases. Voor een volledige uitleg wil ik u verwijzen naar deel 2 van deze college reeks, waarbij dit principe bij clavulaanzuur is uitgelegd. Piperacilline en tazobactam. Het is dus een heel breed spectrum beta-lactam-antibiotica. Kunnen verschillende bijwerkingen geven, zoals een B-merg-depressie. Ook wel eens overgevoeligheidsreacties. Blijven natuurlijk penicillines die dat frequent kunnen geven. En moeten in de meeste gevallen apart van andere medicatie worden toegediend om samenklontering te voorkomen. Het moet opgelet worden als de nierfunctie onder de EGFR van 40 is. Dus een dosisaanpassing frequent geïndiceerd. En omdat het zo'n breed spectrum is en deels ook tegen ESBL gebruikt wordt, wordt het echt als een reserveantibioticum gebruikt. Bij bijvoorbeeld indicaties als sepsis, koorts bij neutropenie, dus ook wel neutropene koorts. Maar ook bij hospital-acquired pneumonie en soms ook bij een diabetische voet, waar frequente pseudomonas bij als verwekker wordt gezien, waar dit middel ook beschikbaar werkzaam tegen is.
Naast die penicilline hebben we ook de cefalosporines. Een frequent gebruikte antibiotica in het ziekenhuis, bij sepsissen of bij ernstige infecties. En als we grofweg kijken naar cefalosporines, worden ze verdeeld in 5 tot 6 generaties. Maar met name de eerste 3 heel veel gebruikt worden in de Nederlandse ziekenhuizen. De 4e generatie ook wel eens, maar 5 en 6 zien we eigenlijk zeer weinig voorkomen. En dus met name is het belangrijk om iets van die eerste 3 generaties te weten. Wat u er ook van moet weten is dat deze cefalosporines in het laboratorium heel erg zijn aangepast, maar heel erg lijken op de penicilline-antibiotica. En we weten van nature dat penicilline-antibiotica het beste werken tegen gram-positieve bacteriën. En zo ziet u ook dat de eerste generatie cefalosporines, die dan ook weer afgeleid is van die penicillinegroep, heel goede dekking heeft tegen gram-positieve bacteriën, maar relatief minder goed werkt tegen gram-negatieve bacteriën. De tweede generatie is wel een stuk beter in het dekken van gram-negatieve bacteriën, maar heeft daarnaast ook een grote invloed tegen anaerobe bacteriën. De derde generatie, bestaande uit onder andere ceftriaxone, cefotaxim en een hele belangrijke, namelijk de ceftazidim, is nog meer effectief tegen gram-negatieve bacteriën, maar levert daarvoor wel wat gram-positieve dekking en ook de anaerobe dekking in. De ceftazidim, als enige binnen deze derde generatie, is ook effectief tegen pseudomonas. Een heel moeilijk te behandelen bacterie. De vierde generatie, de meest brede, is zowel gram-positief als gram-negatieve dekking. Niet zo goed tegen anaerobe, maar ook wel weer de pseudomonas dekking. En u kunt wel zien en misschien zelf gaan nagaan, als u dus meer een gram-positieve bacterie zult treffen bij een infectieziekte, dat cefazoline, ook wel Kefzol genoemd, het meest gebruikt wordt. En bij infectieziekten die meer op het gebied van gram-negatieve verwekkers zitten, bijvoorbeeld een urineweginfectie of een urosepsis, dat daar meer een derde generatie, zoals bijvoorbeeld een ceftriaxone, gebruikt wordt. Meer van dit soort voorbeelden zullen we gaan doen vanaf deel 4, waarbij we het gaan hebben over specifieke infectieziekten. Als we verder gaan kijken naar die cefalosporines, geven deze middelen ook wel eens overgevoeligheidsreacties. En zie je ook een regelmatig kruisovergevoeligheid bij andere penicilline-antibiotica. Daarnaast geven ze bij intraveneus gebruik kunnen ze een tromboflebitis geven. En geven sommigen ook wel eens een nefrotoxiciteit, schade aan de nieren. Ook deze middelen worden frequent apart van andere medicatie toegediend om een samenklontering te voorkomen. En ze worden met name gebruikt bij sepsis of ernstige infectieziekten, die met name in het ziekenhuis plaatsvinden. De laatste groep binnen de beta-lactam-antibiotica zijn de carbapenems. De meest voorkomende zijn de entrapenem, de imipenem en de meropenem. De imipenem wordt regelmatig gecombineerd met 2 andere middelen, namelijk de cilastatine, die namelijk werkt door de metabolisatie van imipenem te remmen, en relactam, ook een beta-lactase remmer, vergelijkbaar met clavulaanzuur. Zo zie je dat imipenem met de 2 andere stoffen vaak gecombineerd worden om a. te zorgen dat imipenem langer in het lichaam aanwezig is en b. nauwelijks wordt afgebroken door een beta-lactamase. Bijwerkingen van de carbapenem zijn ook weer overgevoeligheidsreacties. We zullen het zo wat meer en uitgebreider over hebben. Leverschade. En moet je ook oppassen met andere nefrotoxische middelen, omdat hier ook nog eens nefrotoxiciteit bij beschreven wordt. Contra-indicaties zijn met name op basis van allergische reacties, heel specifiek tegen carbapenems. En ook deze middelen zijn echt reservemiddelen, die met name bij ernstige sepsissen worden gebruikt of koorts bij neutropenie. Vergelijkbaar met bijvoorbeeld de piperacilline tazobactam, die net behandeld is. Als we het hebben over kruisovergevoeligheid binnen de beta-lactam-antibiotica, moeten we met name kijken naar de restgroepen van deze antibiotica.
Hier op dit plaatje zien we aan de linkerkant de penicilline en aan de rechterkant een cefalosporine. In beide gevallen ziet u dat ze allebei een beta-lactam ring hebben. De rood omgeven vierkantje met de N rechts onderin. Maar je ziet dat deze penicilline en de cefalosporine met name verschillen van elkaar door hun restgroepen. Dus dat u zaken aan de rechterkant van die beta-lactam ring. Kruisovergevoeligheid of allergische reacties worden met name door deze restgroepen veroorzaakt. Dus als iemand allergisch is voor penicilline, dan is iemand allergisch voor die restgroep van penicilline, dat omgeven wordt door dat rode rechthoek. En dat wijkt vaak heel erg af van de cefalosporine, althans de restgroep in de cefalosporine. Deze structuren lijken namelijk helemaal niet op elkaar. En daarom zien we dat er wel eens een kruisovergevoeligheid is, maar dit is extreem zeldzaam. Dus in de meeste gevallen, als het met name ook niet een hele ernstige allergische reactie is, kan een cefalosporine gegeven worden als iemand allergisch is voor penicilline. Naast de beta-lactam antibiotica zijn er ook glycopeptiden. En met name vancomycine is daar een belangrijke speler in. Vancomycine zorgt er niet voor dat die crosslinking plaatsvindt, maar die gaat eigenlijk zitten aan die peptidoglycaanlaag. En hier kan je zien dat die vancomycine, afgebeeld als dat paarse happertje, gaat zitten op die peptidoglycaanlagen en die voorkomt ook eigenlijk die crosslinking. Maar die gaat niet zitten op die penicilline binding protein. Dus vancomycine lijkt wel heel erg op penicillines of beta-lactam antibiotica, maar is net even verschillend. Er is ook relatief veel resistentie de laatste tijd voor vancomycine. En dat komt met name doordat ze in dit geval dat bolletje van die peptidoglycaanlaag wisselen voor bijvoorbeeld een vierkantje, of eigenlijk voor een ander aminozuur, waardoor dat happertje, namelijk de vancomycine, niet meer kan binden aan de peptidoglycaanlaag, waardoor de peptidoglycaanlaag wel weer kan gaan crosslinken, waardoor dus de peptidoglycaanlaag wel aangemaakt kan worden. Bij vancomycine zijn een aantal belangrijke bijwerkingen beschreven. Eén daarvan is het Redman-syndroom, waarbij een patiënt een rooie verkleuring krijgt. Dat met name gebeurt als de vancomycine te snel wordt ingelopen. Dus als je dit te snel intraveneus toedient, dan kunnen mensen daarvan een rode tint krijgen. Ook een trombofilopitis, nierinsufficiëntie en ototoxiciteit zijn frequent voorkomende bijwerkingen van vancomycine. En met name bij een te hoge dosering van vancomycine. Dus een hele belangrijke daarbij is dat vancomycine ook altijd gemonitord moet worden en ook spiegelbepalingen gedaan moeten worden. En helemaal als we dat dan combineren met andere auto- of nefrotoxische middelen, kan die vancomycine extra zorgen voor deze klachten. Omdat vancomycine ook voornamelijk renaal geklaard wordt, is ook een interactie mogelijk met andere middelen die de nierfunctie verlagen. Als die andere middelen de nierfunctie verlagen, houdt u tenslotte meer vancomycine in het systeem, wat dan weer die negatieve bijwerkingen kan geven, zoals een ototoxiciteit of nierinsufficiëntie. De vancomycine werkt eigenlijk alleen tegen gram-positieve infecties, althans tegen infecties met een gram-positieve bacterie, en moet dus altijd gecontroleerd worden door middel van bloedspiegels, ook al een TDM. Met name worden deze middelen gebruikt voor bijvoorbeeld een pneumonie en endocarditis. Zowel de behandeling als de profylaxe kan die vancomycine gebruikt worden. En ook bij huid- en botinfecties. Maar het belangrijkste is dat het dus moet gaan om gram-positieve bacteriën. Als laatste in de groep van intraveneuze antibiotica zijn de aminoglycosiden. Aminoglycosiden werken op de aanmaak van, of remmen eigenlijk de aanmaak van de eiwitsynthese. Hier ziet u hoe de eiwitsynthese in zijn werk gaat. We hebben namelijk een stuk messenger RNA waarop tRNA gaat vastzitten. Dat tRNA heeft elke keer een aminozuur. En een heel stringetje aminozuren wordt dan een eiwit. En door de onderbreking van die streng aminozuren kan je dus ook de eiwitsynthese bij de bacterie gaan remmen. De belangrijkste aminoglycosiden die we gebruiken zijn de amikacine,
de gentamicine en de tobramicine. Hoewel deze middelen ontzettend goed werken en een goed breed spectrum hebben, met name gram-negatief, hebben ze ook heel veel bijwerkingen. En met name de auto, de neuro en de nefrotoxiciteit zijn echt beroemd. En daar moeten we dus ook alles aan doen om dit te voorkomen. En omdat deze middelen ook met name weer renaal geklaard worden, is ook net als bij de vancomycine het hier belangrijk om de dosering te berekenen op hand van de bloedspiegels. Dus ook wel de TDM. Belangrijke contraindicaties zijn overgevoeligheidsreacties. En we zien die aminoglycosiden in veel gevallen bij bijvoorbeeld een sepsis, waarbij een onbekende verwekker het geval is. Soms ook bij een urosepsis, omdat het met name gram-negatieve bacteriën betreft. De amikacine wordt ook wel gegeven bij de behandeling van tuberculosis. En de aminoglycoside kan naast dat het intraveneus gegeven wordt, ook in andere vormen gegeven worden. En bijvoorbeeld de gentamicine kan dan ook in gentakralen gegeven worden en achtergelaten worden bij bepaalde operaties. En gentakralen zorgen dan voor een lokale behandeling van de infectieziekte. Dit waren de belangrijkste antibiotica die intraveneus toegediend worden of die veel gebruikt worden in het ziekenhuis. Ik hoop dat u het een en ander ervan heeft geleerd en dat u deze informatie kan opdoen in de praktijk. Fijne dag nog.